Welkom bij de Zeeuwse Cultuuragenda. In deze talkshow hebben we gasten die ons veel gaan vertellen over de komende evenementen die zich in Zeeland afspelen. Het gaat om verdieping en ook om u als kijker een voorproefje te geven en enthousiast te maken voor theater, concertzaal en schouwburg. Laten we met z'n allen vooral genieten van het rijke aanbod dat Zeeland ons kan bieden. Vandaag zijn we te gast in Middelburg. Maar het is de bedoeling deze live events regelmatig op verschillende locaties in Zeeland te laten plaatsvinden. Hier vanuit de Salon in Middelburg in de Concertzaal is het de beurt aan Zeeuws Klassiek. En meer specifiek hebben we het vandaag over het Zeeuws Orkest. Het Zeeuws Orkest heeft traditiegetrouw een voorjaarscyclus in het einde van maart. Dit jaar is dat op 21 maart op donderdag in Terneuzen, op 22 maart vrijdag in De Mieten en op 23 maart in Middelburg. Zo bestrijken we alle regio's van Zeeland. Over het programma, wat dan gespeeld wordt, daar gaan we het deze uitzending over hebben. En daar hebben we verschillende gasten voor bij ons aan tafel. Met name gasten vanuit het Zeeuws Orkest. We hebben hier Jana van Zuilen, dat is de eerste hornist van het Zeeuws Orkest. René van Brakel, violiste uit het Zeeuws Orkest. Nout is een jonge en talentvolle hornist. Gerben, ook een talentvolle hornist. Verder zullen we straks nog spreken met Douwe Eijsinga, pianist, componist. En die zal ons iets meer inlichten over de Celesta. En de heer Hennekei is aanwezig namens de Lions Club Clubs van Zeeland om iets te vertellen over het sponsortraject wat daar heeft plaatsgehad. En dan, last but not least, mijn tafelheer vandaag is Borre Boleit. We gaan beginnen. We hebben het eerst over de passie voor een instrument. We hebben een afbeelding van Jana. Ze was toen 8 jaar. Ze staat daar met een gigantische hoorn. Klein meisje, gigantische hoorn. Ik denk hoorn. Dat ik al op die foto toch wel al 13 ben of zo. Wel iets ouder, ja. En hoe kwam jouw liefde voor die hoorn? Nou ja, zoals je ziet, het is een prachtig instrument om te zien. Hè, wie wil dat nou niet spelen als klein meisje of klein jongetje? Maar het ziet er niet alleen prachtig uit, het klinkt ook heel erg mooi. En ik had een klein beetje geluk, want mijn vader speelt al horen. Dus ik kende het instrument. Dus ik wist hoe mooi het klonk. En toen ik een instrument mocht kiezen, toen ging ik bij de harmonie, de plaatselijke harmonie, kijken. En ik vond heel veel instrumenten heel erg mooi. En dat is ook waarom ik heel graag in orkesten speel. Maar die horen die sprong er toch voor mij wel uit. Vanwege de echt hele magische klank voor mij. En ik vind dat het heel mooi samen klinkt met andere houtblazers, maar ook kan heel stoer klinken met koperblazers en prachtig met andere strijkinstrumenten. Dus dat is voor mij de keuze waarom ik voor dit instrument ben gegaan. Mooi. En hoe oud was je toen? Ik was 9 toen ik begon met de horen. Ja. Hey Nout, jij bent net begonnen. Ja. Hoe ben jij bij dat instrument terechtgekomen? Nou, vooral mijn zus, want eerst ook iets anders gaan spelen of niks. Maar mijn zus had mij aangeraden om horn te spelen. En nu speel ik het dus al ongeveer 2 jaar. En ik vind het erg leuk om er muziek mee te maken. Hartstikke goed. En Gerben? Ja, nou ook een beetje zoals Jana al zei. Ik vind de klank van de hoorn heel mooi. En ook wel veel mooier dan de andere instrumenten. En ook omdat de hoorn echt een hele warme klank kan hebben, maar ook wel echt de schelle klank. Denk ik, dat je echt overal bij kan. Heel goed. Je kan je echt op verschillende manieren ook uitdrukken inderdaad. Dus inderdaad echt dat hele warme geluid. Maar het heeft ook een heel pittig karakter soms. Dus dat is heel mooi dat je zoveel emotie in je instrumenten kwijt kunt. Ja. Heel goed. En René? Ja, mijn oma was vioollerares en mijn opa orgel- en pianoleraar. Dus toen ik nog maar heel klein was, ben ik al begonnen met mijn viool. Zo'n klein viooltje, een kwart viooltje, dat werd steeds groter. Toen kreeg ik de viool van mijn oma. Die heb ik nog op de piano liggen, maar ik heb inmiddels nu een andere viool van Johan Jacobs hier in Middelburg. Okay. Dus ik doe het eigenlijk mijn hele leven lang, tot mijn 15e. Want toen ging ik liever naar de manege en
paardrijden en gitaar spelen. Ja. En toen op mijn 35ste kwam ik in Leeuwendorp wonen. Mm-hmm. Recht tegen, in midden in de polder stond nog één ander huis. Daar woonde Mira van Groenendaal, vioollerares. Die heeft mij weer lesgegeven. En binnen 2 jaar zat ik in het Zeeuws Orkest. Okay. Dus dat is heel goed. Eigenlijk zo gegaan. Ja. Ja. En Borre, jij hebt ook wat met muziek, hè? Wat doe jij? Ja, ik speel piano. Sinds ik 8 jaar ben, speel ik piano. Okay. En daar geniet ik heel erg van. Dus ik vind het ook heel leuk om hier aanwezig te mogen zijn. Prachtig. Nou, een enorme mooie manier om een introductie te maken op dit onderwerp. Dankjewel.